Met het doel de organisatieskills en de durf bij jongeren op te voeren, is de comfortzone opgericht. Het idee van comfortzone is ontstaan vanwege een gebrek aan platforms die de kans bieden aan jongeren om hun talenten en interesses te uiten. Afgelopen zaterdag heeft de tweede editie van Comfortzone plaats gehad in Tori Oso. Dit is een initiatief dat vanuit de stichting Platform Support Suriname is ontstaan. Deze stichting is vanaf 2014 bezig met talentontwikkeling. De jonge artiesten kregen 3 minuten de tijd om hun act of verhaal neer te zetten. Leden van de kweekvijver Kokolampo, onder leiding van Soulile Blinker, hebben als team aan dit concept gewerkt. Welkom. Vanavond is de bedoeling dat we met elkaar lekker gaan viben. Ik ben niet de eerste, zal zeker niet de laatste zijn. Maar zal proberen, en dat doe ik tot één van. Baby, I love you, yeah, yeah. Baby, I love you, yeah, yeah. Hier ben je zin. De patroon van je hartje wil ik altijd zijn. Met mij is het lachen en hier weer nog pijn. Wordt de woorden daardoor ook niet van gezegd. Zet je vertrouwen in mij, wat schatje. Doe dat voor over. De waarde niet, maar ken de prijs. Dan ben je rijk. Zorg dat je matties je niet maken tot een lijk. Heb je naaste lief als hoe je jezelf lief hebt? Heb je vaak gezien dat je jezelf ook niet kent? Heb je naastje een dief als hoe jezelf een dief bent? Heb je praatjes lief dan wil je zelf ook niets meer? Praat nooit omdat je wil praten. Praat wanneer het nodig is. En laat je praten gesproken zijn. Praat met twee zin. En laat je dwaasheid achterwege. Ik ontkleed je. Maar ik raak de zijde of katoen niet aan waarmee je lichaam is bedekt. Je zoekt naar troost, niet voor jezelf, maar voor het kind dat nog in jou zit. Een kind dat nooit gegroeid is. Ach, ik zoek naar aandacht. Een compilatie van de tweede editie van Comfort Zone afgelopen zaterdag in Tori Oso. De uitdaging was, step out of your comfort zone and share you. Platform Support Suriname wilde hiermee jongeren aansporen om te doen. Op de avond was er daarom naast Performing Arts ook het vervaardigen van merchandise. Kokolampo en Stichting Platform Support Suriname kijken terug op een zeer geslaagde editie van Comfort Zone.